Daar zijn ze! Oh, valt meteen met de deur in huis! Welkom! Ditta! Hi! Leuk je te zien! Hi! 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 Hallo! Hi! Hi! Uiteraard Piet! Heya, welkom! Ingrid! Ik ben Heya! Anke, hallo! Anke, leuk dat je er bent! Nou, vind ik ook heel leuk! Hoi Piet! Hoi! Brabantse kusjes, hè? Brabantse kusjes! Leuk in Friesland. Dankjewel. Nou dames, welkom. Jullie mogen lekker koffie en thee pakken. Er staan hier heerlijke tompietjes. Geen tompoezen, maar tompieten. Dus stop die man meteen. En je hond. Kijk elkaar nog heel even aan. Ja. Neem ik jou mee. En jullie mogen lekker aan de koffie. Nou, gaan we dat doen. Heb je wel goed gekeken? Heb ik wel. Ja, ja. Nou, het ziet er wel lekker uit, die tompoezen, Pieter. Nou, dat waren echt kleurrijke types, hè? Ja. Letterlijk, en figuur. Inderdaad, ja. Hij is echt leuk. Hij is lang, hè? Mm-hmm. Gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel. Nee, ik had al nachtmerrie dat het een klein mannetje zou zijn. Oh, dames, jullie zitten hier heerlijk al. Oh, we hebben hem lekker Pieter, op. Nee, oh, nee. Jij hebt erover nagedacht. Ja, zeker. En ik heb goed nieuws voor Gea. Ja? Jij mag als eerste. Oké. Okay. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Succes. Dan gaan we beginnen. Ja. Even kijken. Jij mag hier een trapje op. Ja. Met dat gebied. Wat leuk dat ik je ontmoet. Ja. Mag ik je een zoen geven? Ja, tuurlijk. Ik ben oma. Ja. Want ik las bij jou ook een beetje dat jij wil ook wel opa worden. Ja, ja, in de ik ben het nog niet, maar mijn kinderen zijn er dan met studie en zo bezig. Oh, ja, en ja. De opleiding nog niet helemaal voltooid. En dan willen ze eerst ook nog een paar jaar werken voordat ze de kinderen denken. Maar ja, misschien kan het ook wel per ongeluk eerder gebeuren. Maar ik mag wel graag fietsen, maar moet ik nu een elektrische fiets kopen? Dan? Ja, die heb ik ook nog niet. Die staat wel op het lijstje. Dan. Misschien moeten we die ook samen dan maar kopen, hè? Tegen die tijd. Ja. Wat? Nee toch? Is al afgelopen. Te kort, hè? Nee. Ja. Nou, dan moet het een keer over. Ja, dan doen we het dan een keer over. Zeker. Beslist. Nou. Hé, wat een leuke man. Ja. Echt wel. Ja. Echt hartstikke leuk, ja. Ja, ik voel me wel. Ik had je brief gelezen, hè? Boerin. Boerin. Boerin? Ja. Nou, we hebben koeien gehad. Oké. Ik ben met koeien opgegroeid natuurlijk. Zelf nog koeien gehad. Oké. Tot 2003. En toen je zei, ze gaan weg, ik dacht, ja, dat moment ga je nooit meer vergeten natuurlijk. Nee, dat had ik ook, hè. Ja, dat zag ik wel. Doet je dan wel wat, hè? Dat is wel uniek. En je blijft altijd boer? Ik ben één keer boer, altijd boer. Altijd? Ja. Zo was het. Ja, leuk. Ja, we waren nog niet uitgepraat eigenlijk, ja. Dus ja. Waar ging het over? Ja, de boerderij natuurlijk, ja. Ja? Ja, dat dan weer wel, de herkenning en de... Ja. Genau, 5 minuten. Keine Minute mehr, oder? Ja, vielleicht. Wat trok jij nou zo aan in mijn brief? Mag ik dat nog even vragen aan jou? Ja, onbewust wel. Een beetje dat Duits. Ja, dat denk ik. Ja, dat zal ook zeker wel, ja. Ook met mensen die dan ook bereid zijn om een andere taal te leren, hè? Ja. Daarvoor openstaan, hè? Ja. Vind ik ook, kijk, wij hebben natuurlijk alle twee al die stap gemaakt, hè? Ja. Ik bedoel, jij bent van Nederland naar Duitsland, ik ben van Duitsland naar Nederland gegaan. En ik vind ook dat taal echt een vereiste is als je ergens anders gaat wonen, hè? Ja. Je warm gevoel, dat schreef je dan, hè? En, nou ja, ik zag jou en ik dacht, jeetje, wat een leuke man. Ja. Ja, dat dacht ik, want ik kan ook niks aan doen. Ik wil je wel even knuffelen, mag dat? Ja. Want jij zei dat je knuffelbaar bent. Ja, ben ik heel erg. Hé, dankjewel dat ik jou mocht ontmoeten, hè? Ja, bedankt, hè. Dankjewel. Hallo. God, man, wat is daar boven heet. Niet alleen door Piet, maar het is toch zo... Ik denk dat door jou komt. Oh, nee. Sorry. Dat is gewoon een leuke man. Ja. Hij is gewoon echt serieus leuk gewoon. Ik krijg een bejaardklopping nu. Echt zo? Nou, ik het zeg. Echt waar? Ja, echt waar. Het is zover. Je hebt geluk. Het zijn er maar 7. Toch moet zachte knuffelaar Piet 2 dames teleurstellen die niet meegaan naar de dagdate. Je kan ook zelf zeggen, ik wil dit niet, hè? Dat kan, maar dat doe ik niet. Geen van jullie 3 zegt, laat zitten? Nu kan het gewoon. Ik weet het. Nee hoor, zeker niet. Nee, nog niet. We gaan het niet te makkelijk maken. Oh. Dus er zitten 3 dames tegenover jou die alle 3 heel graag met jou een dagje uit willen. Ja. Dan heb ik
heb ik goed nieuws. Hè? Jullie mogen allemaal mee. Echt serieus? Wat super. Ja. Super leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik je? Super leuk. Nou, super leuk. Dankjewel. Ja. Dank je. Ja. Plezier. Ja. En tot volgende keer. Leuk. Ja. Wat spannend voor de rest. Ja. En dan moet je kiezen. En dan moet je kiezen, want jullie mogen niet allemaal mee naar de nachtdate. Piet. Ja. Wie gaat er volgende week als eerste mee op jouw dagdate? Ja. Dat is Gea. Oh, leuk. Leuk. Een opluchting. Ja. Hartstikke leuk. Zeker. Ja, Piet. Ja. Er mag nog één iemand mee. Als het lijden verlossen. Ja. 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 Adrie mag mee. Oh, dank je. Oh, ben ik blij. Ja, sorry. Dank je. Geen probleem. Nee. Je moet kiezen wie, ja, wie het beste bij je vindt passen. Ja, ja. Dus heel goed. Ja. Spannend.